Wat Adax Motors doet? Wel, wij ontwerpen en assembleren elektrische bestelwagens. We verdelen ze in heel Europa. Het zijn lichte, geluidsloze, 100% elektrische, veelzijdige voertuigen. Ideaal voor de last mile delivery in stedelijke gebieden. Onze klanten zijn steden en gemeenten, logistieke en koerierdiensten, pretparken en alle bedrijven met een ecovisie. Ze werken met ons samen omdat ze op zoek zijn naar een duurzaam imago. Een lage gebruikerskost en natuurlijk ook het emissievrij aspect. Eerst waren wij naast constructeur ook servicepartner voor onze klanten. Vandaag werken we met verdelers in de verschillende landen waar we actief zijn. Deze lokale partners zorgen voor een onberispelijke, rechtstreekse dienstverlening. Dat is onder andere mogelijk dankzij een innovatieve eigenschap van ons voertuig, de 4G-monitoring. Van op afstand kunnen we informatie inlezen over de toestand van uw voertuig. Diagnostiek van op afstand noemen wij dat. Zo kunnen we altijd en overal het voertuig technisch monitoren en ingrijpen wanneer dat nodig is, vaak voor het probleem zich effectief stelt. Een andere bijzonderheid van ons voertuig is het batterijpakket. De cellen daarvoor kopen wij apart aan. Zo kunnen we zelf het pakket samenstellen. De batterijen van uw voertuig zijn dan ook geen klassieke lithium-ion of lood, maar lithium-ijzerfosfaat batterijen. Die bevatten geen kobalt en zijn beter recycleerbaar, wat hun milieu-impact heel laag houdt. Een zeer groot voordeel. De precieze levensduur van de batterijen, dat weten we pas over enkele jaren. De fabrikant van de cellen garandeert ons alvast 3000 volledige laadcycli. Dat is ruim voldoende. Bij onze opstart in 2017 sloot Adax Motor zich aan bij Bebat, wat een bijzondere geslaagde samenwerking oplevert. Er is namelijk een wettelijke aanvaardingsplicht voor grote batterijen. Daar houdt Bebat zich 100% mee bezig, waardoor wij ons op onze core business kunnen focussen. De online tool voor deze aangifte werd heel eenvoudig. Eén jaarlijkse aangifte in februari volstaat. Wat gebeurt er met batterijen als ze einde levensduur zijn? Voor ons is dat geen zorg voor morgen. We staan er nu al bij stil. Wat is de invloed op het totale kostenplaatje en wat betekent het voor je ecologische voetafdruk op lange termijn? Dat zijn echte sustainability-vragen. Verder kijken dan vandaag. In België is Bebat onze partner. Voor Europa werken we samen met Reneos, het Europees netwerk voor inzameling en recyclage van batterijen. Die samenwerking is goed nieuws, want de wetgeving in elk Europees land is altijd net iets anders. Reneos stroomlijnt dit voor ons. Ook voor het kostenplaatje is dit goed nieuws, want het hele proces verloopt nu gecentraliseerd. Onze lokale verdelers moeten niet allemaal apart voldoen aan de lokale wetgeving. Wij doen het voor hen. Waarom zetten we met zoveel vertrouwen elektrische voertuigen op de markt? Omdat we verder kijken en inzetten op de lange termijn. Dat kan u nu ook doen. Focus op de toekomst. Zeker dankzij onze sterke partners als Bebat en Reneos.